zijn speelse honden, saaie honden, lelijke en fraaie honden. Maar de allerliefste hond is Samson. De kinderprogramma's werden 20 jaar geleden op exact dezelfde manier aangekondigd als de programma's voor volwassenen. En het vervolg van Bassie en Adriaan zien jullie volgende week woensdag namiddag. Ketnet bestond nog niet en we vonden dat toch een beetje saai. En toen is het idee ontstaan om naast de omroeper iets te zetten. Een beestje of een ruimtemannetje of iets zodanig dat die omroeper een dialoog kon hebben wat het voor de kinderen een beetje aangenamer maakte. Vele van hen waren heel serieuze mensen die heel serieuze aankondigingen deden. En daar kan je niet zomaar een kaboutertje of een muisje naast zetten. En wie het morgens zijn kanarievogel uitbundig begroet, die wordt gek verklaard. Maar wie met zijn hond praat, is een normaal mens. En ik mag ook aankondigingen maken, hè Gert? Ja, dat heb ik ook hoor. Vertellen. Ja, Danny, die heeft die gemaakt en is er op een goede dag mee binnengestapt. Ik was niet bij de geboorte, bij jammer genoeg. Een piepkleine studio was dat, dus we konden niet veel bewegen, ook al niet veel manoeuvreerruimte. Ik zie Danny daar nog altijd gehurkt zitten met het rode dekentje onder, zo naar beneden met zijn hand omhoog in een zeer ongemakkelijke houding. Ik hing er altijd wel ergens onder bij, daarom hebben ze mij altijd moeten samenvouwen in een heel klein bundeltje. Het ergste wat ik ooit meegemaakt heb was samengeplooid in een vleugelpiano. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat Samson op tv is gekomen, kwamen daar onwaarschijnlijk veel reacties op. En als we dan een paar weken bezig waren, dan stimuleerden wij dat. Dan organiseerden wij wedstrijden en lieten we de kinderen tekeningen opsturen. En ook de reacties daarop waren onwaarschijnlijk. Ik zie ze daar nog altijd staan op de 7e verdieping aan de rijen slaan. 8 postzakken bomvol met brieven, met tekeningen. En toen dachten we, ja, dit is een schot in de roos. Dit moet lukken. Dan ligt hij in zijn mandje en hij praat een beetje mee. Ik had dat persoonlijk niet verwacht, moet ik erbij zeggen. Maar op een jaar tijd is dat uitgegroeid tot het succes van de VRT, BRT toe, naast de kampioen. Na een half jaar was hij eigenlijk al geen echte omroeper meer. In de vakanties werd dat dan een klein beetje uitgebreid, maar dat was nog niet in een huiskamer en zo. Dat was dan gewoon in een zetel met één venster erachter. En dan was er een beetje meer plaats en dan ging ik al eens weg en kwam ik eens terug. En dan kwam de telefoon erbij en zo is dat stilletjes aangegroeid. Er werd een hele merchandising rondgebouwd. Kinderen liepen rond in jasjes, hadden boekentassen bij, pennenstokken, weet ik veel, allemaal. En de VRT kon dat zelfs niet meer in handen houden. Op zeker ogenblik zijn Gert en Danny bij mij gekomen, die mij kwamen vragen, kunnen wij dat voortaan niet in eigen beheer gaan doen, zodanig dat de BRT daarvan verlost is. En ben erop ingegaan, omdat de last om het te maken, om dat programma te maken en die uitbreiding die het plots heeft gekregen, kon de BRT niet meer aan. Als je geboekt wordt voor een optreden en je ziet dan dat daar zalen van 1000, 2000 man moeiteloos vollopen, tot 3 keer per dag toe, ergens in een dorp in West-Vlaanderen of in Limburg. Dan weet je wel van, we zijn hier met iets heel bijzonders bezig. Ik zou dus graag willen zeggen... Samson. Maar Gertje, sorry, maar ik kan er echt niks aan doen, zo. Wij willen een vertegenwoordiging van het kind op het beeld hebben. En daarvoor was Samson ideaal. Hij is zo'n beetje de katalysator. Hij is ideaal, want als hij slimme dingen zegt, kan elk kind zich met Samson vereenzelvigen. Maar zegt hij domme dingen, dan is hij maar een hondje. Wat wil je? Een stukje chocolade? Of een koekje? Of... Lap, iemand die op de deur klopt. Oh, Gertje, dan heb ik liever chocolade of een koekje. Hè? Want iemand die op de deur klopt, die kan je niet opeten eigenlijk. Nee, ik heb alles wat ik heb en wat ik heb kunnen doen in mijn leven, heb ik eigenlijk voor een groot stuk of voor het grootste deel te danken aan Samson. Samson noemen wij altijd een beetje de Mickey Mouse van Studio 100. Hè. Het is het oerfiguur, het figuur waar het allemaal mee begonnen is. En is een beetje een icoon geworden in die 20 jaar. Dus Samson is belangrijk voor ons, inhoudelijk, maar economisch. Niet meer zoals in het begin natuurlijk. Samson, dat is een... Men zei op dat moment de kip met het gouden ei. Het is een gouden formule gebleken, omdat het in de eenvoud zit. En er blijven altijd kinderen geboren worden en die zullen Samson altijd blijven aanbidden. Hey, 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 hey.
Iedereen die op televisie komt, hoopt dat zijn product een product is dat gaat aanslaan. Dat is normaal. Maar dat het zo zou worden, heeft niemand van ons gedacht. Niemand. Alleen een domme kan dat zeggen. Morgen start de nieuwe Gert en Samson Show in de Antwerpse Elisabethzaal. Meer info vindt u op onze website.